Of iets of Capriati. Capriati speelt nog verre van foutloos. Scheidsrechter ziet de bal toch in. Ze zit er ook met haar neus bovenop. Correctie dus, eerste service. Anne Lasserre-Oury is dat, als ik het goed heb. Afkomstig uit Frankrijk. Nou, die bal was wel uit en niet in, dus scheidsrechter had ongelijk. De eerste game voor Capriati. Ze won dit jaar als 12e geplaatst, nota bene. Een lager geplaatste speelster won nooit een Grand Slam toernooi in het moderne tennis. Zij won de Open Australische Kampioenschap, haar eerste en tot nog toe enige Grand Slam overwinning. Maar een fantastische, want ze won van de nummer 1 en van de nummer 2. Vrij luide mobiele telefoon waar Capriati zich dood aan ergert. Wat is dat toch met die mensen dat ze hun telefoons niet uitzetten? Ook nog even een dubieuze call. Lijkt uit te zijn, maar er wordt ingegeven. Nou ja, dit zou het bewijzen. Het gelijk van de scheidsrechter. Replay the point. Het punt wordt overgespeeld. En weer een telefoon. Ja, het is ongelooflijk. Waarom zegt de scheidsrechter daar niks van? Gespeeld van Capriati vanuit de gegenzijde gezien. En dubbele fout. Kans op een break terug voor Capriati. Die dan eindelijk het verzoek om de telefoons in de wasbak te stoppen. En nog een dubbele fout. Nou, dat is een bijzonder zwakke game van Jelena Dokic. Dit jaar heeft Capriati 1 toernooi gewonnen, dus Australië nog een paar finales gehaald. Een van die finales speelde ze tegen Venus Williams, waarbij ze maar liefst 8 matchpoints had. Dat was in Miami bij het grote toernooi. In Oklahoma City zat ze ook in de finale, daar verloor ze van Monica Seles. Nog een halve finale in Scottsdale, waar ze net verloor van Lindsay Davenport. Zij wordt gecoacht door haar vader, Stefano. Eerlijk gezegd worden beide speelsters gecoacht door Daddy. Want Damir is officieel de coach van Jelena. Familie Dokic is compleet aanwezig met moeder Liliana en ook de broer is er. De broer van Jelena, die heet Savo. Kan ook een aardig balletje tennissen trouwens.
3-2. Die mooie voorsprong van Jelena Dokic is weg. Rustig bellen, mevrouw. Maak het bel toch goed maar op. Het regent werkelijk dubbele fouten in deze partij. Dat scheelde bijzonder weinig. Twee punten voor Dokic, twee dubbele fouten van Capriati. Dat moet echt beter kunnen. Dat is een hele mooie bal. Prachtig gedaan van Dokic. Breakpoint voor een 4-2 voorsprong. Gamepoint Capriati. Capriati houdt wel met heel veel moeite stand. Zeer storend deze helikopter, voortdurend boven de baan.
Ja, Capriati wordt vaster. Je kunt het zien. Het is ook haar handelsmerk. Ze is bij tijd en wijle muur en muur vast. Heeft een geweldige conditie. Heeft ook nog eens een keer heel veel zelfvertrouwen opgedaan. Als gevolg van haar winst in Melbourne. Natuurlijk maakt ze af en toe fouten, maar ze gaat na die 3-0 achterstand nu aan de leiding met 4-3. Capriati doet het goed. Tot zo, na de pauze. En dus staat ze nu voor met 5-4. Er staat volkomen gelijk in het aantal breaks. 2 breaks ieder. En dus kan Capriati er nu 5-5 van maken. Maar ja, het begint toch weer met een dubbele fout. Ook in de vorige game een dubbele fout. Dokic had trouwens in de eerste ronde heel veel moeite met Cara Black. Het meisje uit Zimbabwe, 6-2, 3-6, 6-4. Cara Black, zusje van de broers Wayne en Byron Black. Capriati had een bye, een vrije eerste ronde, al derde geplaatst. Heel mooi van Capriati. Allemachtig. Alsof ze maar een touwtje heeft. Zo strak. Prachtig gedaan. Vijf, vijf. Het is een mooi toernooi hier op de Rot-Weiss Club. Vooral omdat die jonge Duitse meiden toch wel voor veel spanning zorgen. Is er ook veel sfeer. En natuurlijk een toernooi met de nummer 1 van de wereld. Martine Hingis en de nummer 2. Venus Williams. Ja, dat is natuurlijk een prachtig veld. En iedereen hoopt natuurlijk dat het een finale wordt tussen Hingis en Williams. Ze hebben veruit de beste kans als ik kijk naar het deelnemersveld. Hoewel Capriati halve finale tegen Venus Williams. Ik zou mijn geld niet automatisch op Venus Williams durven zetten. Twee breekpunten. Mooie kans voor Capriati om een, zoals ze dat hier zeggen, een voorentscheidung te creëren. Breekpunt weg. Uit. 40 gelijk.
Het is wel spannend, maar de partij heeft nog steeds niet een zeer hoog niveau. Omdat toch veel punten worden gemaakt als gevolg van de fouten van de een of van de ander. Dit is derde breakpoint. Ze leeft gevaarlijk, mevrouw Dokic. Is al de vierde breekmogelijkheid van Capriati. Het geluk zal toch wel een keer tegen Dokic gaan zijn. Ja, dat gebeurt hier ook. 6-5 en dat betekent dat na de korte pauze Jennifer Capriati kan gaan serveren voor de eerste set. Het is enigszins verdiend. Tot zo. Nog meer toeschouwers beklimmen de tribunes. Ze kijken naar een spannende partij. Jelena Dokic tegen Jennifer Capriati. Capriati serveert voor de eerste set bij 6-5. Tweede ronde van de strijd om de Eurocard Ladies German Open. Een tier 1 toernooi. Het belangrijkste toernooi in de serie. Uiteraard onder de Grand Slam toernooien. Prachtig weer hier in Duitsland, net als in Nederland natuurlijk. Eindelijk zomer. Ai. '40-15. Geen kans voor Dokic. Twee setpoints. Nee, ze geeft te veel. En ze geeft weer te veel. Slordig gespeeld van Capriati. Of niet? Jawel, hij wordt ingegeven. En dus breakpoint Dokic. Ja, je kan zeggen een lucky shot, maar ja, je moet het wel doen natuurlijk. Fout. Tweede breakpoint.
Waarachter Capriati zagen we nog even de hele familie Dokic zitten. Oh, mooi. Oh, prachtig. Dat punt, die bal van Dokic leek al een winnaar op te leveren. Maar het antwoord van Capriati is fantastisch. Kijk, dat was een geweldige bal, maar dat was een soort duveltje uit een doosje. De score van Dokic. Van Capriati. En nu dan weer setpoint, eindelijk voor Capriati. Nummertje 3. Bijna 40 minuten gespeeld. Moet nu toch kunnen, zou je zeggen. Ja, ze geeft veel te veel. En dat was toch een beetje het verhaal van deze set. Twee spelers die bij Vlaag hun eigen kracht niet kenden. En de ballen te veel lengte meegaven. En daarom is het een spannende, maar geen hele goede set geweest. Na de pauze gaan we door met de tweede set. 7-5 nu voor Capriati. De WTA Tour ziet rood. De dames op weg naar Roland Garros bijten in het rode stof. Op menu Hamburg, Berlijn en Rome. Op weg naar Roland Garros, de Sanix WTA Tour vanuit Berlijn. Elke avond om 7:15, de halve finale zaterdagavond en de finale zondagavond op Eurosport. Geniet mee met het Duitse Open voor Dames, aangeboden door Eurocard. Terug in de tweede set bij 5-2 in het voordeel van Jelena Dokic. Merkwaardige set tot nog toe. Een set waarin Capriati met 2-0 voorkwam, maar de volgende 5 games allemaal naar Dokic gingen. Eindelijk dan weer eens kansen voor Capriati om een game te winnen. Ze kwam met 2-0 voor en daarna ging Dokic als een sneltrein de TCV over haar heen. Out. 5-3. Dokic serveert voor de set. Dokic die alles de halve finale haalde van Wimbledon afgelopen jaar. Het jaar daarvoor in 1999 de kwartfinale. Haar beste Grand Slam prestaties ooit. Misschien is dit de opmaat voor een break terug. En weg is die mooie voorsprong van Capriati.
Setpoint. Irene Dokic. En Capriati heeft zichzelf iets te verwijten. Ze maakte te veel fouten. En die is ook uit. Nee, het aantal fouten stapelt zich op bij Capriati. En dat is zorgelijk voor de Amerikaanse. Maar ja, Dokic haalde vorige week op de halve finale in Hamburg. Is dus in vorm. Naar de pauze gaan we over naar set nummer 3. Tot zo. Tennis met het Duitse Open voor Dames vanuit Berlijn. Aangeboden door Eurocard. We zijn terug in Berlijn bij de Open Duitse Tenniskampioenschappen. Door Eurocard. Ladies German Open. Derde set. 3-2 voor Dokic. We hebben drie breaks op rij gehad. Het werd 1-0 Capriati, 1-1. 2-1 Dokic met een break, 2-2 met een break, 3-2 Dokic opnieuw met een break. Grote dikke sigaar erbij, vlak bij de tennisbaan. Ja, het is een beetje een patsen, maar hij heeft wel iets heel leuks, die Dokic ook, Damir Dokic. Lijnrechter geeft hem uit. Scheidsrechter die herroept die beslissing. Capriati twijfelt. En wat zegt mevrouw Lasser-Uri? Nou, zij herroept dus haar eigen beslissing. Een zacht plekje in de baan. Het was een beetje een merkwaardige fout van Capriati. Hij bleef in ieder geval heel erg laag. Zacht plekje, misschien een hoopje zand waar die bal vanaf rolde. Wordt per slotverrekening auf Sand gespeeld, zo heet gravel in Duitsland, zand. Belangrijk nu voor Capriati om te breken. Niet met 4-2 achter komen. Breakpoint. Inmiddels bijna anderhalf uur gespeeld. Capriati breekt terug. Alles weer volledig open.
Ze moet hier trouwens met haar vader zijn, maar die hebben we nog niet in beeld gezien. Het is eigenlijk een beetje jammer dat deze twee speelsters elkaar al zo vroeg ontmoeten. Het zou een aardige bijvoorbeeld kwartfinale kunnen zijn. Jammer dat een van de twee weg moet uit het toernooi. Hele makkelijke game nu voor Capriati. Inmiddels 25 jaar, nog steeds natuurlijk hartstikke jong. Toch al een eeuwigheid op de tennisbaan. Een love game en ze komt terug van die 3-2 achterstand en gaat pauzeren met een 4-3 voorsprong. We zijn zo terug. Capriati, Dokic gaat serveren. U kijkt naar de beslissende derde set hier in Berlijn. Er wordt gespeeld op een aloude club, de LTTC Rot-Weiss. Capriati heeft de afgelopen maand veel gespeeld op gravel. Maar natuurlijk niet op dit gravel. Ze speelden dan toch meestal op het groene gravel van Amerika. Dat is toch wat sneller. Moet echt oppassen nu. Nog één break erbij en het kan zo afgelopen zijn. Kijk, dit bedoelen we maar. Ja, dat kan Capriati. Nou ja, laten we maar zeggen een koekje van eigen deeg. Er wordt hier trouwens ook gedubbeld. Monique Arendt zit er nog in met Caroline Vist, de Nederlandse. Els Callens, de Belgische, zit er nog in met Shaughnessy. En interessant, Martina Navratilova, 44 jaar, speelt weer mee. Na 15 jaar afwezigheid, dubbelspel met Sanchez. Dokic houdt stand, 4-4. Alles is mogelijk, ook een beslissing via de tiebreak. Schitterend. Prachtig punt hier van Capriati.
dit is iets wat je maar weinig ziet bij Capriati. Het is een typisch Amerikaanse hardhitter. Zeer goed punt van Dokic. Ja, de dropshot is een slag die je heel goed kunt gebruiken op gravel. Maar niet als er zo gejaagd wordt als in deze partij. Dat is gewoon te hard gespeeld. Game points nog een keer voor Capriati. Lekker om dan toch steeds aan de leiding te komen. Als het er lukt natuurlijk. Dit is dus het risico. Mooi geprobeerd, dapper geprobeerd van Jelena Dokic, maar het wordt afgestraft. Hij wordt ook te diep gespeeld, u ziet het, bijna tegen de servicelijn aan. Opnieuw gamepoint. Speel 5-4, Jennifer Capriati. Niets verandert in de stand van zaken. 5-4 voor Jennifer Capriati met een serverende Jelena Dokic. Maar de spanning neemt toe. Het is de slotfase van deze partij. Tweede ronde van het toernooi hier in Berlijn. Altijd vervelend als je de service game moet winnen. Je komt op 0-15. En de confrontatie in de achtste finale met Sandrine Testu, de Française, komt nu wel heel dichtbij voor Jennifer Capriati. Dokic zwaar onder druk. Oh, en ook dit nog. Wat een fouten maakt ze hier. Na 100 minuten heeft Capriati toch wel bijna vanuit het niets 3 matchpoints. De familie Dokic zit somber te kijken daar. Logisch natuurlijk. Dat wordt hem. Ja, je zag het aankomen. Een break of love. En ze wint het met 7-5, 3-6. En 6-4. En wat een teleurstelling daar bij Jelena Dokic. Een mooie overwinning van Capriati die nu speelt tegen Testu. Het was een moeilijke partij. Jelena Dokic is een goede speelster. Lastig voor een eerste partij. Het was een zware wedstrijd. Maar ik ben blij dat het me gelukt is om te winnen. And I played well when I had to. Wanneer begon de partij in jouw voordeel te lopen? Nou, eerlijk gezegd, zegt Jennifer, het was tot het laatste punt allemaal heel close, heel dicht bij elkaar. Ik dacht even dat ik de partij misschien had kunnen gaan winnen in het begin van de tweede set, toen ik een break voorkwam, maar ze kwam prachtig terug en ze won die set. Het was heel erg close, de hele partij, ook in de derde set.
Welke moeilijkheid ondervond je zelf in deze partij? Nou ja, het was een beetje moeilijk om op het rode gravel ritme te vinden. Weet je, ik heb veel op het groene gravel in Amerika gespeeld. Maar dit is toch weer anders. Dus het is goed om deze partij door te komen. Ik ben niet ontevreden over deze partij. Ze vond haar ritme. Het was een goede eerste partij. En wat vind je van je consistency, van je vastheid in deze partij? Nou ja, het is een kwestie van goede condities, goede vorm. Je moet positief denken, je moet vertrouwen hebben. En je moet steeds denken dat ik elke partij die ik speel op dit niveau kan spelen. Net als in mijn vorige partijen. Goed, dat was Jennifer Capriati. En dat betekent dat we deze reportage vanuit de Rot-Weiss Club in Berlijn gaan afronden. We hebben gekeken naar een mooie partij. Capriati won van Jelena Dokić 6-4 derde set. En we weten ook dat de topattracties Martine Hingis en Venus Williams ook nog in de partij zitten. Ook nog in het toernooi zitten. Ik kan u ook vertellen dat we hier morgen weer zijn, zo rond de klok van 7 uur, 7:15 vast tijdstip voor